Geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg, van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 9 februari. Ik open de vergadering en feliciteer de lokale Partij van de Arbeid afdeling met de 70ste verjaardag. En dank ook voor het petit voertje wat we hebben gekregen. We mogen de Partij van de Arbeid opeten vanavond, althans het gebakje wat we van hun hebben gekregen. Dank daarvoor. Het bericht van verhindering binnengekomen van de heer Van der Valk van de CDA-fractie en van de heer Boersma van de ChristenUnie. En de heer Stelpstra hebben we nog niet gezien. Ja, nou ja, wel. Ook welkom aan de heer Stelpstra. Misschien moeten de bordjes nog even verhangen worden binnen de ChristenUnie-fractie. De vergadering is geopend. Vaststelling van de agenda. Kan de agenda uw goedkeuring wegdragen? Akkoord. Dank. Dan agendapunt 3, sprekerrecht en agendapunt. Er hebben zich geen mensen gemeld voorafgaand aan de vergadering, ook nu niet. Dat betekent dat wij doorgaan naar agendapunt 4, de actuele vragenronde. En de heer Dogger heeft gevraagd om iets aan de orde te mogen stellen. En ik zie ook mevrouw Baarslag hand opsteken. Ik begin bij de heer Dogger. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Afgelopen week was er berichtgeving rondom de overname van de thuiszorg door buurtzorg van de thuiszorg van TSN. En daar waren een paar mededelingen over en een paar vragen die dat bij ons opriepen. Met name de positie van Hardenberg in deze situatie. En de eerste vraag die we hebben is dan ook van, is de gemeente Hardenberg ook benaderd door buurtzorg om de door TSN geboden zorg over te nemen? En de tweede vraag is, is het college voornemens om het voorstel van buurtzorg dan ook te accepteren? En de derde vraag is, van wat zijn de gevolgen voor onze inwoners nu die zorg genieten van TSN en bij de overname door buurtzorg? En als laatste vraag, als buurtzorg de zorg niet gaat overnemen, welke activiteiten gaat het college dan ondernemen om te zorgen dat onze inwoners continuïteit in hun zorg behouden? Akkoord, dank u wel. Vragen over TSN, de situatie waarin ze zitten en vooral het vervolg. Kijk even naar de heer Prins. Ik, voorzitter, kan volstaan met het beantwoorden van de eerste vraag door aan te geven dat TSN in onze gemeente geen zorg verleent. Dus de rest van de vragen is daardoor niet beantwoord worden. Akkoord, dat is helder en duidelijk. Geen contractpartij voor de gemeente Hardenberg is TSN. Mevrouw Baarslag, u had ook een vraag. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in de toren heb ik gelezen en met mij veel meer mensen en ook de omwonenden van het AZC dat er een wereldmoestuin komt in dat gebied. Nou vragen de bewoners zich af, wij hebben daar een belang op hartgeschroef voor opgericht, waarom is dat niet bij ons gekomen? Waarom wordt er geen overleg gepleegd? En misschien kan een van de collegeleden daar iets over zeggen. Ongetwijfeld. Initiatief is hier bekend. De heer De Vent zou daar iets over kunnen zeggen. Dank u wel, voorzitter. Het klinkt een beetje nasaal, dus ik zal proberen duidelijk te zijn. Ligt niet aan het kanaal, overigens. Ja. Maar uw vraag op de Wereldmoestuin, dat is een initiatief, heeft u allemaal kunnen lezen. En ik heb ook begrepen vanuit de initiatiefnemers van de Wereldmoestuin dat die hebben gezegd, we willen ook zoveel mogelijk de omgeving betrekken bij de inrichting van het plan. Dus als mensen zeggen van ja, wij zijn nog niet gehoord, dan zou ik zeggen, willen zeggen van breng ze in verbinding met de initiatiefnemers, want die staan er volgens mij heel erg open voor. Dus daar kan ik heel kort in zijn. Akkoord, dank u wel. Het is een particulier initiatief, zeg maar. Niet een gemeentelijk initiatief, maar het is goed dat de partijen aan elkaar verbonden worden. Maar daar is volgens mij nog alle tijd en ruimte voor. Dank u wel. Anderen nog voor de rondvraag? Niet actuele vragenronde. Dan hameren wij dit punt af. Brengt ons bij agenda punt 5, het vaststellen van de besluitenlijst. Vorige raadsvergadering. Geen opmerkingen. Ook nu niets. Akkoord. Komen wij bij de bespreekstuk van vanavond. Eén bespreekstuk staat op de agenda. Vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst. En de samenwerkingsovereenkomst fase 1. Annex de gezamenlijke grondexploitatie. Deelexploitatie van de cirkel, Marshoogte en Havenzaten S. Wie zou daarover het woord willen voeren? CDA.
Leefbaar, ChristenUnie, VVD, D66, alle partijen zie ik. Het zijn kort. Even op volgorde. De heer Dogge. Dank u wel, voorzitter. Woningbouw, waarbij de gemeente de regie op de gronduitschriften weer zelf in handen heeft, is geen beeld als van een planeet die ver verwijderd is. Nee, dat beeld met Marslanden 2 is dichterbij dan velen voor mogelijk hielden en wellicht ook houden. Nog dit jaar de eerste kavels uitgeven zal een hele tour worden, maar als het aan het CDA ligt, gaat dat gebeuren. Omliggende agrariërs worden in hun bedrijfsvoering niet belemmerd, zo is in de oriënterende ronde duidelijk geworden. Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat juist het CDA hier blij mee is. In de oriënterende ronde hebben wij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een goede ontsluiting van Marslanden 2 en ook een goede interne verbinding tussen Marslanden 1 en Marslanden 2. De uitwerking zal in de bestemmingsplannen komen en het CDA zal bij de besluitvorming van de bestemmingsplannen hier dan ook speciaal op gaan letten. Nog twee andere punten waar wij in de oriënterende ronde ook aandacht voor gevraagd hebben, wil ik nog even onder de aandacht van het college brengen. In de eerste plaats de grondprijzen voor de sociale koopwoningen. Wij hebben als raad het besluit genomen dat voor deze woningen de grondprijs afhankelijk is van de stichtingskosten van de woning. Daarbij heeft de raad voor de goedkoopste koopwoningen tot 150.000 euro een grondprijs van 125 euro per vierkante meter bepaald en voor de wat duurdere sociale koopwoningen tot 200.000 euro een grondprijs van 150 euro per vierkante meter. In de voorliggende grondexploitaties wordt vooralsnog gerekend met prijzen die uiteenlopen van 162 tot 177 euro per vierkante meter. Wij hebben in de oriënterende ronde vraagtekens geplaatst of met deze grondprijzen wel sociale koopwoningen te realiseren zijn. De wethouder zag wel mogelijkheden en heeft toegezegd dat hij de raad, voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is, zal informeren over de grondprijzen in fase 1. Aldus het verslag van de OR. Het CDA vraagt het college om de toezegging voor of uiterlijk bij de behandeling van de bestemmingsplannen uit te werken, zodat dit bij de besluitvorming over de bestemmingsplannen meegenomen kan worden. Graag hierop een reactie van het college. Een tweede punt is het woningbouwprogramma. Het woningbouwprogramma voor Marslanden 2 kent een periode van meer dan 15 jaar. En de geplande aantallen grondgebonden woningen leggen een grote claim op de totale harde plancapaciteit. En dat roept de vraag op, en deze is in de OR ook aan de orde gesteld, of hiermee niet de bouw van woningen voor doelgroepen beperkt of zelf belemmerd wordt. Blijven er de komende 15 jaren wel voldoende mogelijkheden om ook voor deze doelgroepen woningen te realiseren? De CDA-fractie vraagt het college om met het bestemmingsplan ook een overzicht te verstrekken van de plancapaciteit voor de komende jaren en daarbij aan te geven welke mogelijkheden en aantallen er beschikbaar zijn of komen voor de doelgroepen. En daarbij tevens aan te geven welke vraag er in de markt is voor de verschillende doelgroepwoningen. Ook hierover graag een reactie van het college. Voorzitter, ik rond af met een wens. Ik wens dat velen in en buiten Hardenberg kiezen om een Marslander te worden. Niet die Marslander die op miljoenen kilometers van het middelpunt van de aarde zich een weg baant door een onherbergzame planeet, maar kiezen Marslander te zijn in het middelpunt van de aarde in Marslanden 2 in Hardenberg. Dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage van de fractie van het CDA. Mevrouw Baanslag. Dank meneer Dogger. De microfoon staat nog aan. Voorzitter, Leefbaar Hardenberg vindt de aanstaande ontwikkeling van Marslanden 2 een goede ontwikkeling. Zeg maar een stap in de goede richting. En terwijl ik dat zeg, komen de herinneringen boven die er zijn geweest met de vorige projectontwikkelaar. De wijk werd niet naar behoren afgebouwd en zoals volgens het contract verplicht
dus niet afgebouwd. Veel wijkbewoners hebben daar last van gehad en terecht. Volgens de gemeente had de ontwikkelaar alle recht om zich zo op te stellen. Kennelijk was het niet opgenomen in het contract dat ze het af moesten maken. Dat samenwerkingscontract in handen was er geen enkele mogelijkheid om te eisen dat de projectontwikkelaar kon worden gedwongen om zich aan de afspraken te houden. Daar is veelvuldig door zowel raad als bestuur van plaatselijk belang over gesproken met de wethouder. Dan ga je toch denken dat het contract niet waterdicht was. Niet waar? Om dit soort zaken te voorkomen en uiteraard om de risico's van de gemeente goed in beeld te krijgen, hebben wij nog een paar resterende vragen aan de wethouder. De risicoverdeling en zeggenschap op basis van 50-50%. Op welke manier kan dat nog voor de gemeente nadelig uitpakken? Welke echte reële risico's zitten erin? En wat als het risico toch verkeerd uitpakt? Wordt het dan op de burger afgewenteld in de zin van het verhogen van de OZB? In de vorige bouwfase bestond er nog geen plaatselijk belang. Er staat nu een stuurgroep genoemd in het stuk. Daar heb ik al eens eerder een vraag over gesteld in het technisch overleg. En de vraag was van mij, is dat mogelijk om daar een afgevaardigde van het bestuur van plaatselijk belang in op te nemen? Dus daar wou ik graag een antwoord op hebben. Het project op zich, daar ga ik vanuit, zal worden gemonitord. Graag meer informatie erover, hoe komt het naar ons toe als raad? Nou is er in een aantal gemeentes gestart met een IBWA-initiatief. Hetgeen wil zeggen dat er uitgeklede woningen worden gebouwd die een lage aankoopsom hebben en waar de eigenaar dan zelf van alles in kan bouwen. Dat schijnt in andere gemeentes een groot succes te zijn. Ook voor jonge mensen en jeugdigen is het belangrijk dat ze hier voorzieningen, om ze hier voorzieningen te geven, zodat ze in Hardenberg kunnen blijven. Ik wil graag een reactie van de wethouder of dat ook meegenomen wordt in de plannen. Nou, dan eindig ik met, voorzitter, duurzaam bouwen. Ja, het is toch wel een speerpunt in de gemeente. En kostenneutraal wonen. In welk percentage wordt dat meegenomen in de daar te bouwen huizen? Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mag ik mevrouw Baarslag een vraag stellen? Dank u wel. Ja, de heer Dogger. Ja, mevrouw Baarslag, hebt u de band van de oriënterende ronde nog teruggeluisterd? Hoezo? Want ik dacht dat u de vorige keer niet aanwezig was. En volgens mij de vragen die u nu stelt zijn nadrukkelijk ook in de oriënterende ronde aan de orde geweest. Dus vandaar even mijn vraag. Ja, ik kan u er geen antwoord op geven. Dit zijn de vragen die wij als fractie hebben besloten te stellen. Dus als u vindt dat ik dat niet afgeluisterd heb, nou dat, ja, dat is dan nu. Ja, voorzitter. Een aantal dingen zijn inderdaad al besproken. Dat gaan we nou toch niet nog een keer overnieuw doen. Als dat inderdaad besproken is, maar als de wethouder daar nog kort op kan ingaan, heel kort even terughalen nog, ik denk dat dat correct is. Maar ik vind het prima. Ik ben niet bij de oriënterende ronde geweest, dus ja. Ik heb dat niet helemaal scherp. Maar nee, als dat zo is, dan zou ik hoorde wel van de wethouder. Niet gebruikelijk om dat te herhalen. Dat is correct. Dank voor de bijdrage van uw kant. Ik ga naar de ChristenUnie. Het woord is aan mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. In verband met de gevraagde vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst, de cirkel Marshoogte en Havezaten S en het hoofdlijnenakkoord voor de samenwerking voor Marslanden 2 het volgende. In de oriënterende ronde op 26 januari hebben wij drie zaken specifiek nog aangekaart. De eerste ging over de bevoegdheden van de stuurgroep. Mag ik dan hierop opmerken over mijn eigen land? Mevrouw dreigt nu de eerste drie punten van de oriënterende ronde te gaan herhalen. Nee, maar dat is niet de bedoeling dan. Dat kan u als... We wachten even af nog. Precies. Maar wees u daar dan wel scherp op, voorzitter? Beetje prematuur. Prijs mij gelukkig met een raad die daar zelf heel scherp op is. En dat is denk ik alleen maar goed, correct dat u dat zegt. Maar volgens mij was mevrouw Hof nog maar net begonnen. Ja, precies. Prematuur is het juiste woord in dit kader volgens mij. De eerste vraag ging over de bevoegdheden van de stuurgroep. Die wat ongelukkig leek te zijn verwoord in de concept samenwerkingsovereenkomst. En dat staat er nog steeds zo. Maar wij stellen echter vast
dat de wethouder en iedereen goed begrepen heeft dat het aan de raad is om de grondexploitatie, want daar ging het over, niet alleen maar herijkt en niet vaststelt, want daar gaat de raad over. De tweede vraag ging over de sturing van de kaststromen en wij willen hierbij zowel in als uitgaand en in antwoord hierop zegde de wethouder 2 weken geleden toe de raad tussentijds te informeren en daarmee niet te wachten tot de beide bestuursrapportages, zodat we daarmee niet verrast worden door budgetoverschrijdingen dan wel minder inkomsten. Waarvoor dank die toezegging. De derde opmerking betrof de risico's waarvan we hebben gezegd dat we die graag wat eerder zouden hebben gezien, uitgewerkt gezien, wat steviger hebben aangezet. De wethouder geeft aan dat bij het vaststellen van de economische haalbaarheid, dat gebeurt bij de terinzagelegging van het bestemmingsplan, die risico's wel nader zullen zijn uitgewerkt. Wij kijken daar met belangstelling naar uit, want dat vinden we wel belangrijk, want we blijven het laat vinden. Alleen al omdat de omvang van het plan, en meneer Dogger refereerde daar ook al aan, het is een groot plan. Alleen dat al rechtvaardigt in onze ogen een vroegtijdige risicoanalyse. Een risico nu zou kunnen zijn dat de economische haalbaarheid te wensen overlaat en dat pas blijkt bij de terinzagelegging van het bestemmingsplan, maar dat terzijde. Overigens willen we hierbij niet onvermeld laten dat de wethouder op ons verzoek wel de scenario's heeft uitgewerkt van wat de financiële consequenties zijn als er voor Marsland de 2 respectievelijk 25 of 50% minder afzet van bouwkavels zou worden gerealiseerd. Waarvoor ook hartelijk dank, want dat was wat ons betreft zeer verhelderend. De ChristenUnie, voorzitter, is blij met het feit dat er voor de ontwikkeling van Marslanden 2 fase 1 een samenwerkingsovereenkomst ligt. Want dat betekent dat deze fase gerealiseerd kan gaan worden. Vooropgesteld dat er aan alle andere gebruikelijke voorwaarden in het hele proces te zijner tijd voldaan zal worden. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Fractie van de VVD, heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ik hoef gelukkig niet op te letten of ik herhaal wat ik tijdens de oriënterende ronde heb gezegd, omdat ik de vorige keer niets gezegd heb. Dus dat is dan prettig na de opmerking net aan mevrouw Hof. De reden daarvoor was omdat mijn fractie eigenlijk haar instemming kan geven aan de plannen zoals die voorliggen. Zijn uitvoerige plannen, wel doorwrocht, uitgebreid en nog met een risicoanalyse die ons wel geruststelt. De enige vragen die wij dan ook hadden de vorige keer hadden wij graag willen stellen aan de wethouder Financiën, die helaas vanwege ziekte geveld was. En we zijn natuurlijk blij dat hij weer terug is, te meer ook omdat hij dan onze vragen kan beantwoorden. Onze vragen hadden dus niet zozeer te maken met het plan op zich, als wel de mogelijke doorwerking van deze plannen naar de begroting. Want het voorstel immers is niets anders dan een uitvoering van de intentieovereenkomst zoals die al dateert van 2006. Wel opgemerkt nog, voorafgaand aan mijn vragen, dat ik de reactie van de wethouder last met grondzaken wel interessant vond, als ook van meneer Dogger die namens de CDA aangaf of de VVD-fractie een wig wilde drijven tussen de goede verhoudingen en de ene mond waaruit het college als collectief zou spreken. Nou, niets is minder waar, voorzitter. Ook de wethouder wekte die indruk als wat geagiteerd, hè, alsof wij daar een opmerking zouden willen maken die een vertrouwenskwestie zou betreffen. Nou, dat is niet aan de orde. Het valt ons wel op dat zodra je vragen stelt aan een wethouder, er nog wel eens iets van die aard komt. Hè? Of het niet goed is, of we geen vertrouwen hebben of iets van die aard. En terwijl wij denken, mijn fractie althans, dat wij hier in een dualistisch stelsel zitten en we toch zeer genegen zouden moeten zijn hier om vragen te stellen. Immers, wij maken het kader, u maakt de plannen en wij stellen vragen om te controleren of het ook goed uitgevoerd wordt. Het was dus ook slechts onze bedoeling en ik onderstreep nogmaals om vanuit verschillend perspectief en deskundigheid, maar ook politieke verantwoordelijkheid te kijken naar dit plan. Immers in het verleden zijn door de wethouder Blas met grondzaken wel meerdere plannen gemaakt met dezelfde aansprekelijke ambitie en het enthousiasme wat we van hem kennen. Maar de uitvoering daarvan blijft nog wel eens wat achter bij de goede gedachten. En dat heeft dan weer gevolgen voor de begroting en de nodige afwaarderingen en bezuinigen tegen de stroom in. Ik neem er even mee, voorzitter, naar pagina 7 van het onderliggende voorstel waar staat, en dat heeft onze specifieke aandacht, dat er is gekozen voor een financiering, en ik dicteer, vanuit de gemeente met een extra financieringsbehoefte van circa 1,1 miljoen tot gevolg. En als gevolg daarvan de financieringsportefeuille van de gemeente nog net, en daar hebben we hem weer, blijft binnen de normen van de netto schuldquote. Daar heeft u ons, voorzitter, u weet dat ondertussen, want ik neem u even mee dan naar de pagina's 27 en 28 van de begroting die op 10 november jongstleden is aangenomen. En de inkt daarvan is nog niet droog of u zit al met een schuldpositie, terwijl u op die pagina's juist aangaf
dat u zich dit jaar zou bezighouden met het verbeteren van die schuldpositie. En daarmee doelde u niet op het vergroten van de schuld, maar u doelde op het terugbrengen van de schuld. Nou, de vragen betreffen dan ook deze schuldpositie en aan de wethouder Financiën in bijzonder. Waarom deze onderliggende uitbreiding van deze schuldpositie dus niet in de begroting is opgenomen van 10 november jongstleden. Wat de wethouder Financiën vindt van deze uitbreiding, afgezet tegen het voornemen in de begroting dus om de schuldpositie te verbeteren. En denkt de wethouder Financiën dat het blijft bij deze gevraagde 1,1 miljoen, te meer omdat het woord circa ons wat zorgen baart daarin. En vindt de wethouder tenslotte het nou verstandig en of gewenst om het laatste beetje ruimte in de financieringsmogelijkheden van deze gemeente aan te wenden ten behoeve van het grondbedrijf? Voorzitter, in eerste termijn was dat mijn bijdrage. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Voor uw bijdrage, mevrouw Hof. Ja. Meneer Gelling merkte net op dat hij gerustgesteld was door de risicoanalyse in de voorliggende stukken. En ik was benieuwd welke risicoanalyse hij daarmee bedoelde. Naar aanleiding van het door u zelf ingezette technische beraad hebben wij een reactie gekregen van de wethouder, althans zijn departement, waarin wat risicoanalyses stonden ter zake van de verkoop. Dat betrof zo'n 75% analyse en een 50% analyse en daaruit konden wij zien dat, althans voor de korte termijn in ieder geval, de risico's nog redelijk binnen de perken zouden kunnen blijven. Duidelijk, dank u wel. Akkoord. Voor de goede orde, dat is ook het departement van de andere wethouders en van het hele college. Dus één departement kennen wij. Mevrouw Van der Hoek. Voorzitter, dank u wel. Wij delen uw zorg als het gaat over dat de schuldpositie van de gemeente niet vergroot mag worden. Maar ik vind het toch wel wat bevreemdend dat een VVD'er die toch is voor ondernemerschap en een beetje durf en lef, zo op die 1,1 investering zou gaan zitten. Want stilstand betekent feitelijk dat we per definitie niets gaan terugverdienen. Hoe verhoudt zich dat dan in dit verhaal? Want ik mis toch, ik vind het een heel gedurfd en goed plan. Hoe gaan we dan anders de gronden wegzetten als we hier niet mee akkoord zouden gaan? Hoe zit dat in uw ondernemerschap? Nou, ik heb mijn best lichtje duidelijk gemaakt. Wij zijn voor dit plan. Wij zijn natuurlijk ook als liberalen voor bouwen, voor uitbreiding en voor ontwikkeling. Maar laat weer zijn, zoveel is daar niet van te zeggen, want de plannen in Maaslanden zijn niet nieuw. Hè. Het is een uitvoering wat al lag. Nee, onze enige zorg, en die zorg die spreken wij volgens mij al 2 jaar en 5 structureel en constructief en geconcentreerd bijna uit, is de schuldquote. Ja, ik zou u best wel mogelijkheden willen geven van hoe, waardoor de schuldpositie teruggedrongen kan worden, maar ik weet niet of dat in dit kader nou zo van belang is. De zorg betreft met name deze 1,1 miljoen en of het verstandig is. En laten we dat dan stellen iets uitgebreider. We hebben tijdens de jaarwisseling kunnen lezen dat de grote accountantskantoren al aangegeven hebben geen goedkeurende verklaring te geven vanwege de risico's in het sociaal domein. Maar ja, ik zou van de wethouder graag willen weten of dan de laatste ruimte nog gebruikt moet worden voor deze ontwikkeling. Maar wat mij betreft, met een bevredigend antwoord, heeft de wethouder ons natuurlijk snel, mevrouw Van Hoek. Akkoord, dank. De volgende in de rij. D66, de heer Rodemond. Ja, voorzitter, toch even een klein punt van orde voor de voorzitter. De vraag wordt hier in dit huis gesteld aan het college, niet zozeer aan de wethouder in persoon. Dit is 2 weken geleden ook al een keer voorgevallen. Ik denk, de voorzitter zal er na het betoog wel op inspelen. Dat doet u niet. Wij zullen toch op prijs stellen wanneer vragen hier gesteld worden aan het college. En wie het vanuit het college beantwoordt, dat is om het even. En dat gaan we zo meteen zien wie dat zal gaan beantwoorden, waarbij de eerste verantwoordelijke portefeuillehouder de heer Prins is. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Juichende reacties tot op heden wat betreft het voorliggende plan voor ontwikkeling van Marslanden 2. Dat wil zeggen natuurlijk de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst daartoe. De fractie van D66 is licht voorzichtig wat betreft het gejuich tot nu toe. Wat niet wegneemt dat wij inderdaad ook voor de ontwikkeling van de kern Hardenberg zijn en daarmee ook voor het bouwen van meer woningen. Echter, wil ik even in memorie roepen dat afgelopen week het CBS cijfers heeft geopenbaard ten aanzien van de groei en de daling ook van het inwoneraantal in Noordoost-Nederland, waar inderdaad, dat moet ik nageven, de groei in Hardenberg evident was.
Ik geloof dat er rond de 100 mensen bijgekomen waren in 2015. Maar ik heb even in die cijfers gedoken en vandaar ook van daaruit mijn voorzichtigheid ook. Er waren inderdaad 200 personen meer geboren dan dat er uiteindelijk om het leven zijn gekomen. Maar daartegenover staat dat er een migratienegatief saldo is van 100 personen. Mensen die uit de gemeente zijn getrokken ten opzichte van de mensen die binnen zijn gekomen. En dat doet ons een beetje vrezen dat we niet te optimistisch moeten plannen. Daarom ook in memorie twee punten die we inderdaad in de oriënterende ronde hebben toegezegd gekregen. Ik zal dan ook niet op een reactie per se vragen, maar meer om een onderstreping van die toezegging. Wij hebben gevraagd om bij de voltooiing van fase 1 te stoppen, terug te keren naar de Raad, om vervolgens met elkaar te gaan kijken naar de actuele woonvraag. CDA heeft daar ook al aan gerefereerd. En dat beperkt dan ook de forsheid van het plan en kunnen we ook wat flexibeler omgaan met het totaal van deze vraag. Daarbij hebben we ook in de oriënterende ronde met nadruk gevraagd om duurzaam te bouwen. Mevrouw Baarslag refereerde daar ook aan. En dat doet mij deugd, omdat we dan een wat breder draagvlak voor dat punt hebben. Twee aanvullende vragen voor nu. Dat wil zeggen dat we graag aandacht willen hebben bij de betrokkenheid van plaatselijk belang Marslanden, waar het gaat om de inrichting en de vervolmaking van dit plan. Graag een reactie van het college daarop. En in de intentieverklaring staat toch dat aantal van 2000 woningen. We hebben een antwoord gekregen van de wethouder dat het zou gaan om de volledige gemeente. Maar bij lezing van de stukken nogmaals ontkom ik niet aan de indruk dat dit gaat over dit plan. Graag nog eventjes voor de volledige helderheid de bevestiging dat die 2000 niet gaan over Marslanden 2. Daar wil ik het voorlopig bij laten. Akkoord, dank u wel. De fractie van Op Koerspunt nu, heer Botto. Voorzitter, hoe we ook bouwen, het zal pas echt realiteit voor ons worden en ons vreugde kunnen geven als het visueel ruimtelijk, dat we hierbij aan anderen geven, niet versnipperd, maar gaaf en helder en vooral duidelijk is. Het is een citaat uit 1958 van de internationaal gevierde architect Gerrit Rietveld, waarvan Op Koerspunt nu hoopt dat die wens daadwerkelijk in vervulling mag gaan ten aanzien van het voorliggende plan. Voorzitter, ten aanzien van het voorliggende plan ligt een indrukwekkend aantal documenten ten grondslag. Van een concept beeldregieplan tot en met de werkzaamheden van het woonteam en alles wat ertussen ligt. We zijn weer helemaal bij de tijd. Wat voor Op Koers van begin af aan leidend is geweest, is in hoeverre het plan kansen biedt om woonwensen van onze inwoners te vervullen. De risico's en kansen in het gebied hebben we uitgebreid kunnen lezen en horen. En wat ons vooral bijgebleven is, is dat niet alle financiële risico's van tevoren uitgesloten kunnen worden. De beoogde samenwerking met Rotij heeft veel weg van een gedwongen huwelijk, maar we schatten in dat het wederzijdse vertrouwen in juiste balans is. Voorzitter, wij gaan hier vanavond niet onuitputtelijk vragen over duurzaamheid, de schuldquote van de gemeente en het herijken van de GREX bespreken. Die vragen die zijn uitgebreid in de OR aan de orde geweest. Graag nog één verduidelijking. De sociale woningbouw bestaat uit 20% huur en 20% sociale koop. De sociale huur is ook noodzakelijk om de zogenaamde urgenten te huisvesten. En onder de noemer urgenten vallen ook statushouders. En het zou een beetje wrang zijn als Marslanden 2 naast de 750 naast hen ook plaats moet bieden aan de vluchtelingen met een status, omdat er waarschijnlijk hoofdzakelijk in Marslanden 2 gebouwd gaat worden in de sociale huursector. Graag een korte reactie van het college. En als ons die antwoorden bevallen op die vraag, voorzitter, dan is het kans heel groot dat wij kunnen instemmen met het voorliggende plan. Akkoord. Voorzitter, mag ik een vraag stellen naar de heer Botter? Een vraag voor de heer Botter. Ja, gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Wat ik mij afvroeg is het volgende.
Dan keer ik even terug naar het betoog van de oriënterende ronde van mijn eigen fractie met uw welnemen. Dat wij hebben gesteld dat het plan, en in aanvulling op de heer Doggers betoog zojuist, het totale plan vreet zo'n beetje de mogelijkheden op woningbouw voor de gemeente Harmberg als dit allemaal doorgang vindt en als er verder geen aanvullende vraag komt. Wij hebben daarbij gesteld dat wij ons zorgen maken over de woningbouw in de andere kernen dan in Harmberg. En het bevreemdt mij een klein beetje dat Op Koers Nu daar eigenlijk niks over zegt, aangezien u zelf in de verkiezingstijd van 2 jaar geleden zich heel erg sterk juist heeft gemaakt voor de kernen buiten Harmberg stad om. Dus mijn vraag is concreet, hoe kijkt u tegen een dergelijk standpunt aan, meneer Potter? Voorzitter, de heer Rodemond van D66 refereert aan een periode van de verkiezingstijd. Dat doorgaans zijn dat tijden dat er wat andere sentimenten leven. En sommige plannen die later op het pad komen, ook op het plan van Op Koers, niet alleen van Op Koers, maar ook voor deze raad, dan kan het zijn dat, dat er soms meningen bijgesteld moeten worden. Meneer Rodemond, ik kan u uit de droom helpen. Er is totaal geen enkele sprake van een verschuiving van denkpatronen bij Op Koers. Wil dat misverstand, als dat mogelijk bij u ontstaan is, wil ik dat vanaf deze plaats, vanaf deze plek wegnemen. Nogmaals, geen enkele sprake. Ook voor de kernen zullen wij blijven strijden als daar echt een vraagstelling is om woningen te mogen bouwen. De feiten spreken voor zich en de feiten zijn is dat dat Marslanden nu op ons pad komt en dat wij het plan Marslanden, behalve de vraag die nog open ligt richting het college, dat wij tot op dat punt het plan een warm hart toedragen. Waarvan akte, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, ik wil alleen de heer Botter danken voor zijn helder antwoord. Dank u wel. Ja, mevrouw Van der Hoek, GroenLinks. Voorzitter, dank u wel. Zoals ik net aangaf, vinden wij dit plan een vorm van gedurfd ondernemerschap vanuit dit college. En stilstand betekent in ieder geval dat er geen beweging is, nog de mogelijkheid om te komen, om kostendekkend te gaan werken. Want uiteindelijk bouwen wij niet, wij geven gronden uit en die hebben wij in bezit. En alles wat stil ligt, levert in ieder geval niks op en kan in ieder geval wel geld kosten. Is een goede stap voorwaarts. En waar wij vooral blij mee waren in de oriënterende ronde is om te horen dat duurzaamheid een discussie of een punt van aandacht gaat zijn voordat de bestemmingsplannen daadwerkelijk op tafel komen te liggen. Dat is een goede zaak, want dan kunnen we op dieper ingaan op de wijze waarop de duurzaamheid toegepast kan gaan worden en wat wenselijk zou zijn. Verder is naar aanleiding van het verzoek van de Partij van de Arbeid richting alle fracties, maar ook naar de wethouder toe, de vraag of wij innovatie en op een andere wijze de lege stukken kunnen invoegen in een innovatieplan. Die omarmen wij met van harte en daarom zijn wij ook meer dan tevreden met het antwoord van de heer Prinsen dat er gekeken gaat worden naar tijdelijke experimenten, maar ook voor de woonurgenten op welke wijze we die kunnen verdelen over de grotere kernen binnen Harmberg, waarbij die met klem aangeeft dat concentratie, zoals meneer Botter net aangaf, van alle statushouders op één plek in de Marslanden, daarmee dus niet aan de orde is. En opnieuw gekeken gaat worden tussen de 5 tot 10 kernen, hoe we ze op een goede manier kunnen verspreiden. En ik neem dan aan dat dat dan ten goede komt van de integratie van onze nieuwe burgers. En dat daar een menging plaatsvindt van verschillende lagen van de bevolking binnen de diverse kernen. Dus wij kunnen als onze fractie dit voorstel van harte ondersteunen. En daar wilde ik het bij laten. Dank u. Dank voor uw bijdrage. Tot slot, Partij van de Arbeid. In laatste instantie. Dank u wel, voorzitter. We vonden het nogal een passend onderwerp voor onze verjaardag. Want de partij is hier bijna over opgericht, zo ongeveer, woningbouw. En wij zijn ook blij met dit initiatief. Simpelweg omdat het meer woningen in de gemeente beschikbaar krijgt. En dat helpt bij het terugdringen van de wachtlijsten. En dat staat ook, ik denk, al 70 jaar hoog bij ons op de agenda. Kortom, positief. We hadden wel een paar vragen 2 weken geleden over de indeling met zo'n groot gat in het midden. De financiële risico's en de verschillende rollen van de gemeente. Want we blijven het ongemakkelijk vinden dat we
toch een beetje met handen en voeten gebonden zijn aan één commerciële partij. Dat hebben we tenslotte wel eens vaker mis zien gaan. Maar we begrijpen wel dat de gemeente er in ieder geval alles aan heeft gedaan om die risico's zoveel mogelijk te ondervangen. En je zit nou eenmaal ook vast aan wie daar de grond heeft. En we zijn blij dat de financiën in een volgend stadium aan bod komen, zodat we daar nu niet over hoeven te hebben. Een ander belangrijk punt, uitgerekend vandaag, is de verhouding tussen sociale en particuliere woningbouw. Dat zult u begrijpen. We zijn wel enigszins gerustgesteld door de betrokkenheid van de coöperaties. Maar het totaal aantal sociale woningen, dat is namelijk maar 40% van de gemeentegrond. Dus dan hebben we het niet eens over de andere grond. Dat blijven we wel wat beperkt vinden. Maar we gaan er toch van uit dat dat ook voor veel mensen relevante woningen zullen zijn. Tot slot innovatie. We zijn groot voorstander van het mogelijk maken van experimenten. Dat hebben we vaker gezegd. Met tijdelijke woningen, met nieuwe woonvormen en ook op het gebied van duurzaamheid. En om het daar even voor vanavond bij te laten. We gaan ervan uit dat de gemeente die duurzaamheid zo hoog in het vaandel heeft, dat die zich natuurlijk tot het uiterste zal inspannen om hier echt de meest duurzame wijk van Nederland van te maken. En dat er ook gebruik zal worden gemaakt van de allernieuwste inzichten en technologieën. Kortom, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor ons vanavond, is of het college ons dat dan in ieder geval vanavond nog één keer kan bevestigen, dat dat natuurlijk ook de ambitie voor Marslanden 2 zal blijven. Dank u wel. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Ja, de heer Dogger. Oh nee, sorry. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil ook graag. De heer Gelling en dan de heer Dogger. Ik zag het lampje branden bij de heer Dogger. Ik zag het lampje ook branden bij de heer Dogger. Ik zie vaak een lampje rommel hebben de dag. Voorzitter, een klein vraagje. Ik aan de Partij van de Arbeidsfractie. Want dit hele voorstel is geënt op groei. Het woord groei komt op elke pagina ongeveer voor. En u staat mij nog voor de geest dat uw fractie vorig jaar nog een keer krimp op de agenda wilde zetten. En nou vroeg ik mij even af hoe u dat met elkaar in verbinding brengt ten zake uw enthousiasme in dit plan. Omdat krimp vinden we een reëel onderwerp en we denken dat het heel goed is om daar nu eens over na te gaan denken voordat het ons over 10 of 20 of 25 jaar overvalt. Maar er is een groot verschil tussen krimp en het aantal benodigde woningen. Want ook al komen er minder mensen te wonen in deze regio of in deze gemeente, dan nog zie je omdat mensen bijvoorbeeld veel langer alleen blijven wonen of gaan scheiden, dat er toch nog steeds meer behoefte is aan woningen. Dus wat dat betreft zijn dat voor ons twee verschillende zaken. Akkoord, de heer Dogger. Dank u wel, voorzitter. Ik mis eigenlijk één aspect bij de Partij van de Arbeid vandaag. En dat is de vraag om seniorenwoningen. Of vergis ik me nu? Nee hoor, dat heeft u heel goed gehoord dat we daar niks over hebben gezegd. Omdat dat voor ons onder de hele noemer sociale woningen valt. En de betrokkenheid van de coöperaties, dat wat ik al zei, dat stelt ons gerust. Omdat we ervan uitgaan dat de coöperaties binnen de hele gemeente alle verschillende soorten woningen in de gaten zal houden. En anders zullen wij dat hier in de Raad ook nog een keer doen als de bestemmingsplannen voorkomen. Akkoord, dank voor uw bijdrage van de zijde van de Partij van de Arbeid, mevrouw Luiten. Daarmee hebben we de eerste termijn afgerond. Constateer ik dat er brede steun is voor het voorstel zoals het thans voor ligt. Er zijn een aantal opmerkelijke vragen gesteld over tussentijdse rapportage, de financiële positie in relatie tot de schuldpositie van de gemeente. Ook nog even de verhouding sociale woningen, particuliere woningen en de statushouders. Ik kijk allereerst naar de verantwoordelijk wethouder, de heer Prinsen. Of hij nog kort wil ingaan op de gestelde vragen die er zijn. Voorzitter, dank u wel. Er zijn door verschillende fracties wat vragen gesteld over aantallen woningen. En maken we niet door dit plan straks voor alle andere plaatsen in deze gemeente, maken we dan niet de woningbouwmogelijkheden zeer beperkt. Nou, eventjes op grote getallen, als de CBS-cijfers, en dat is het enige wat we op dit moment als prognose hebben, en prima is als dat in de buurt van de waarheid uit zou komen, dan is het de verwachting dat deze gemeente op zijn top 63.500 inwoners heeft. Dat is zeg maar plus 3700. Nou, als je dat deelt door twee gemiddeld in de woning is, zijn dat zo'n 1800 woningen. Daarnaast hebben wij een woningbezetting die ver boven het landelijk gemiddelde ligt. En we zullen waarschijnlijk in deze regio ook nooit op het landelijk gemiddelde uitkomen. Maar als wij een daling krijgen met 2 à 3/10%, we zitten hier op 2,5 zeg maar even afgerond. Stel dat je naar 2,3 of 2,2 gaat, betekent dat ook nog tussen de 1100 en de 1400 woningen. Kortom,
Voor de termijn tot 2035-2040 is de prognose dat hier ergens in de 3000 woningen gebouwd moeten worden. En wij zien in de eerste periode, dat is zeg maar 2016-2026, is de verwachting dat we daar netto 1900 en nog wat woningen moeten toevoegen. En dat is de sloop dan in verrekend. Dat zijn er ongeveer zo'n 200 per jaar. Daar maken deze 400 onderdeel van uit. En daarnaast hebben wij nog ruimte. Want als je ook in de stukken die en ook bij de presentatie die we gegeven hebben over de ladder duurzame verstedelijking, is de verhouding geprognosticeerd versus de plancapaciteit zit ongeveer op 60%. Er zit nog wat nadere uitwerking bij, dan kom je half in de 60, 65. Als je deze toevoegt, zitten we nog ver beneden de 100%. En er worden woningen ook opgeleverd. Hè? Dus het is niet een heel star verhaal. Eens in de twee jaar worden die percentages herijkt. Ja? En kijk, als het allemaal niet loopt, of als de hele wereld op zijn kop staat, ja, dan heb je ook niks aan dit soort cijfers. Maar ervan uitgaande dat we een redelijk normale patroon krijgen, dan zijn dat de getallen en is er in andere kernen, maar ook voor alle andere doelgroepen zijn er mogelijkheden voldoende om te bouwen. Kortom, die 2000 woningen. Ja? Voorzitter, dank u wel. Even op die prognoses ingaand, ook al hoorde ik wat gegniffel achter mij als ik het had over de CBS-cijfers, blijft staan dat het CBS voor 2015 heeft becijferd dat er een negatief migratiesaldo voor deze gemeente is. En ja, het baart mij nog geen zorgen, maar als dit een tendens is, dan zou je kunnen zeggen dat we mogelijk andere cijfers gaan zien. Voorzitter, ik was nog niet zo ver, maar daar had ik in mijn volgende deel van mijn verhaal op terug willen komen. Dat geeft niet. Wij kennen de meeste jaren negatieve migratiecijfers en dat heeft met name te maken met studenten die naar elders gaan om te studeren. En de afgelopen jaren zijn die cijfers wel wat groter geweest. Dat heeft ook te maken met het voor een groot deel sluiten van de TBS-kliniek voor TBS-cliënten. Ja, die stonden in deze gemeente ingeschreven en die zijn vertrokken. En de cliënten die men nu daar behandelt, die worden hier niet ingeschreven. Die blijven ingeschreven op de laatste plek van vestiging. Heel vaak zijn dat asielzoekers die daar nu behandeld worden. Ja, dat verklaart ook voor een deel. Want wij een jaar hiervoor, ik geloof in 2014, schrokken we toen we de cijfers zagen. En we dachten, hoe kan dat? Want normaal zitten we altijd wel rond de 100 à 150 groei. Dat wisselt een beetje. Toen bleken ze dat we veel lager zaten. En dat had te maken met de grote uitstroom van de TBS-cliënten van TBS-kliniek Veldzicht. Dus die negatieve migratiecijfers, die kennen we. Die zijn nu iets wat groter. En dat schijnt met name te maken te hebben met datgene wat ik aangaf. Goed. Dan is er wat gevraagd over grondprijzen in relatie tot de sociale woningbouw, sociale koop in deze. En daarin heb ik ook aangegeven dat wij de prijzen hebben vorig jaar vastgesteld voor dit jaar. En we zullen aan het eind van dit jaar bij de begroting zullen we ook weer de grondprijzen voor volgend jaar vaststellen. Ik heb ook aangegeven dat met een prijs rond de 160 euro... en nog steeds sociale koopwoningen kunnen worden gebouwd. En wij zullen bij het bestemmingsplan zullen we dan ook wat meer informatie verschaffen over de door ons gedachte grondprijzen. En dan wordt er ook gezegd van, kun je dan ook de vraag uit de markt aangeven die er op dat moment is. Dat is bloedje link. Het is heel link om onderzoek te doen naar wat is nou de vraag precies uit de markt. En we hebben daar wel de nodige ervaring mee. Het beste werkt nou gewoon door langs plaatselijke belangen, samen met plaatselijke belangen, woonavonden te organiseren. Dan krijg je de beste informatie. Maar enquêtes enzovoort, de uitkomst daarvan is toch redelijk onbetrouwbaar. Want als je thuis zit en je moet invullen, wil u wel verhuizen, zijn er toch wel heel veel mensen die ja zeggen. Zonder dat ze de consequenties daarvan overzien. Maar wij zullen altijd, als wij met een plan komen, zullen we altijd aan moeten geven van voor welke doelgroepen denken we dan dat daar de vraag is. Maar om dat nou dat heel wetenschappelijk te onderbouwen is een hele lastige. Voorzitter, mag ik er misschien even op reageren? We hebben ook niet gevraagd om een wetenschappelijke onderbouwing, maar we hebben de vraag juist gesteld, omdat we hier ook in het huis hebben vastgesteld dat bouwen in de toekomst niet meer aanbodgericht moet zijn, maar vraaggericht moet zijn. En daar was ook de vraag op geënt om dan ook bij het bestemmingsplan die vraag wat inzichtelijk te maken, hoe die dan ook ligt in Hardenberg. Wij zullen proberen om aan uw vraag tegemoet te komen. Een deel kom je er al in tegemoet door als je de vraag niet scherp genoeg hebt, dat je dan met flexibele bestemmingsplannen komt. Met vlekken waar gewoond mag worden zonder dat je definieert of dat nou rijenwoning of iets dergelijks zou moeten zijn.
Er wordt door de fractie van Liberaal Hardenberg nogal wat gezegd over de vorige ontwikkelaar. Het vorige contract, en dat is een contract uit de eind 90e jaren. En er was niet één ontwikkelaar, het waren meerdere ontwikkelaars die in Marslanden BV aan de slag gegaan zijn. En er is er eentje die zich niet heeft gedragen wat je van een ontwikkelaar mag verwachten. Die heeft zijn dingen gewoon niet gedaan. Wij hebben een contract met Marslanden BV en die voorziet er vanuit die jaren, omdat dat ook vrij nieuw was, niet in dat je daar heel veel druk op kunt zetten als gemeente. Binnen de groep Marslanden BV wordt er natuurlijk wel de nodige druk op gezet, maar goed, als iemand niet doet wat er afgesproken is en wij niet, we hebben daar geen juridische binding als het ware mee, dan moet men dat binnen Marslanden BV oplossen. Maar goed, het zij zoals het is, wij zijn er natuurlijk mee aan de slag om te kijken, want we willen gewoon Marslanden, nee, die moet gewoon af. Ja, dat mogen helder zijn, maar het programma zal nooit worden wat er ooit geprogrammeerd is, want er zitten gewoon een paar hele slechte onderdelen in. Dat waren toen hele goede onderdelen, maar dat zijn nu slechte onderdelen. Dat zijn met name appartementengebouwen in een nieuwbouwwijk, die worden op dit moment bijna nergens gebouwd of het moet in de Randstad zijn. En daar zullen we met z'n allen een oplossing voor moeten bedenken. En daar hebben we ook belang bij, want er staan nu nog 100 appartementwoningen gepland en die gaan niet gebouwd worden. Als dat grond gebonden wordt, heb je er 25 woningen voor. Dat betekent dat er 75 woningen lucht in onze harde plancapaciteit zit. Die willen we ook graag kwijt. Maar goed, er ligt een bestemmingsplan onder en dat geeft een bepaalde waarde. En dat kun je dus zo niet wegpoetsen. Maar het heeft zeer zeker onze aandacht. Moet plaatselijk belang in een stuurgroep? Nou, wij zitten veel eer te denken om bij dit soort ontwikkeling met een klankbordgroep te werken. En in de stuurgroep, dat is een hele beperkte groep, er zitten projectontwikkelaars, zitten gemeenten en de ambtelijke opdrachtgever. Voorzitter. En in de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers uit de omgeving. De heer Rolland. Even voor de volledige helderheid heb ik nog de term stuurgroep, nog de term klankbordgroep gebruikt. Oh, excuses. U was daar nog niet. Ik ben erg ongeduldig vandaag. Mijn excuses. Ja, je kan mij niet ongeduldig genoeg zijn. Dus. Goed. Monitoring doen we middels de GREX. En we hebben ook toegezegd op vragen van de ChristenUnie, als we zien dat de kaststroom opdroogt, dan wel dat er de situaties zijn dat er bijgeraamd moet worden, dat we uw raad vroegtijdig informeren. En u had ideeën over kaskobouw. Ik kan het nog veel sterker vertellen. We hebben heel wat kavers waar mensen zelf mogen besluiten wat ze bouwen. Ze mogen het zelf bouwen, ze mogen het door een ander laten bouwen, ze mogen het zelf afbouwen. Maar dat zijn de vrije kavers waar 60% van, wat is het, 200, dat zijn toch kavers van de gemeente zelf, ja, waar we de vrije hand over hebben. We loden gewoon kavers. Sommigen zetten er een caravan bij om een jaar in een caravan te wonen en een huis te bouwen. Dat mag voor het eerst, of dat kunnen we voor het eerst, zolang na de herindeling zijn er in Hardenberg dit soort kavers. Dus er kan best heel veel. En een thema duurzaamheid, dat is ook een steeds terugkomend thema. Nou, dat is nu nog wat te vroeg in deze fase, maar ik heb de vorige keer ook aangegeven, laten we duurzaamheid niet te verplichtend maken, want er zijn ervaringen mee in de landen die niet zo gunstig zijn. Maar volgens mij moeten we proberen door allerlei duurzaamheidsvoorstellen initiatiefnemers, kopers van kavels te verleiden. Dus missie is het dan wel missie is het dan wel eens aardig om voor zo'n woonwijk, en ik durf het bijna niet uit te spreken, maar een benen op tafel discussie met elkaar te hebben. Welke duurzaamheidsarrangementen zouden wij aan willen bieden, ja, om mensen te verleiden die daar met de woningbouw in de slag gaan. Maar verplichtend, vooralsnog gaat dat wat ver. Ik heb nog een vraag voor de wethouder wat dit betreft, want ik begrijp dat het heel altijd beter is om mensen te verleiden dan om ze te dwingen. Maar je ook op het terrein van bestemmingsplannen in een eerder stadium zijn er natuurlijk dingen die je kan doen. Bijvoorbeeld zorgen dat alle woningen zo op de zon staan dat de verwarming minder vaak aankomt. Noord-Zuid. Enzovoort. Ja. En dat is natuurlijk in een fase voordat je burgers daadwerkelijk gaat verleiden om iets te kopen. Dus daarvan hoop ik van u te horen dat u daar ook enorm ambitieus in... Hartelijk dank voor deze aanvulling. Dat is een van de zaken die we in Brandsveen zie je dat ook voor een deel. Het lukt niet altijd, want je moet ook wel eens een dwarsstraatje leggen. Maar in de regel is er ook heel veel Noord-Zuid gepositioneerd. En dat is de optimale richting. Even kijken. Ja, de VVD vraagt... stel de vraag aan het college. En dat gaat over de doorwerking naar de begroting, met name over de netto schuldquote. Nou, dat gaat niet specifiek over Marslanden. Dus ik stel voor dat ik deze vraag doorgeef aan
mijn vriend collega Jansen. Want ja, financiële portefeuille, alles moet je vriend houden. Nee, grapje. Verbetering van de schuldpositie enzovoort. Omdat het buiten Marslanders een bestek van Marslanden valt, stel ik voor dat collega Jansen daar een reactie op geeft. Fase 1, fase 2. Vanzelfsprekend, als we fase 1 afgesloten hebben, komt er weer een overeenkomst, moet er weer een overeenkomst komen. En dan bent u daar zeker bij betrokken om ook een goede evaluatie te maken en doen we de dingen goed en bouwen we nog de goede dingen. Ja, en het kan zelfs zo zijn als we in fase 1, als we halverwege zijn en we zien toch andere trends en tendensen dat we bij u terugkomen. De betrokkenheid van de omgeving, inloopbijeenkomsten en dergelijke zullen weer georganiseerd worden. Niet alleen voor plaatselijk belang, maar we zullen kijken of het nodig is om een klankbordgroep, zoals ik al aangaf, om dat in te stellen. Voorzitter, dan nu... Heer Rodemond. Ja, ik word toch uitgenodigd. Hè. Kijk, ik heb het niet per se over een klankbordgroep en ook niet per se over inloopbijeenkomsten. Mij is ook gevraagd, overigens, door mensen van plaatselijk belang, Marslanden, om hier aandacht voor te vragen. En daar voel ik uiteraard als D66er in mee. Het punt is dat men graag wil meedenken over de inrichting van het plan, op welke wijze dan ook. En mijn vraag was eigenlijk niet meer dan dat. En welke vorm u daarvoor kiest, ik vertrouw u van harte allerlei wijsheid toe. Voorzitter, dat is ook in de lijn, want toen we de structuurvisie hebben gemaakt voor Marslanden, toen hebben we ook een enkele bijeenkomst gehad met de huidige inwoners van Marslanden om samen met hen te kijken naar het nieuwe Marsland. Dus daar hebben ze de inbreng gehad en dat hoeft nu niet anders. Dat stellen we ook zeer op prijs als we vanuit de samenleving, want ja, daar kun je toch voor een deel ook marktvraag uit halen. Hè? En ook een stukje beleving als je in zo'n wijk woont. Dus daar zullen wij zeker gehoor aan geven. Even kijken. Ja, de statushouders. Ik heb de vorige keer ook aangegeven dat dat we samen met de corporaties een drietal afspraken hebben gemaakt. En een van die afspraken is, probeer het woningbouwprogramma versneld te bouwen. Dat gaat dan niet om honderdtallen. Ja, en als je dan als corporatie probeert om vanuit je bestaande huurderspopulatie mensen door te krijgen naar nieuwe huurwoningen, die behoefte is er vaak. Ja, dan kun je een serie van die nieuwe woningen kun je inzetten voor woonurgenten, waaronder statushouders. En dan vallen de woningen vrij en die zijn meestal verspreid over de gemeente, dan wel verspreid over Hardenberg, Dedersvaart en andere kernen. En dan kun je die ook weer gebruiken voor statushouders. Dus alles is erop gericht om onze woonurgenten, om die zoveel mogelijk te spreiden. In eerste instantie was het Hardenberg, Dedersvaart, maar wij zitten ook in kernen, de kernen met 3000 inwoners waar redelijk voorzieningen zijn, om te kijken of daar ook mogelijkheden zijn. Volgens mij, ja, na 70 jaar nog steeds wachtlijsten heb ik opgeschreven. Dan is het toch niet helemaal gelukt. Ja? Ja, oké. Okay. Goed. Ik ben er wel door, voorzitter. Het akkoord, u bent er door. Er is nog een vraag voor de portefeuillehouder Financiën vanuit de zijde van de VVD. Dit project in relatie tot de begroting, zeg maar. De heer Jansen. Voorzitter, het is soms een beetje moeilijk om de VVD te volgen. Het was een mooi opgebouwd verhaal met prachtige volzinnen. En die begon met twee hele mooie conclusies die ik graag onderschrijf. Dat is dat het verhaal wel doorwrocht is, ik heb letterlijk genoteerd, en dat de risicoanalyse akkoord is. Daarmee geeft u, hebben we denk ik een gemeenschappelijkheid om te zeggen, we hebben hier een goed verhaal over Marslanden 2 liggen, die in lijn is met wat de Raad eerder besproken heeft, voorbereidingskrediet 2012, grondenkoop 2014, en het verhaal van, als je niks doet, is het risico een stuk groter als wanneer je wel wat doet. En je houdt nu regie, je kan zelf je gronden uitgeven, je kan heel veel boekwaarde reduceren, en ook nog geld voor een aantal bovenwijkse afdrachten aan Tunnel Kellerlaan en Haardijk die we moeten doen. Dat al met al snap ik dat u zegt wel doorgerocht en de risicoanalyse akkoord. Dan is toch denk ik het verhaal van de netto schuldquote een beetje spielerij richting coalitie die ik wel snap. En waar ik ook best wel even op in wil gaan. Maar wij geven aan, hij valt binnen de normen die we zelf gesteld hebben. Met de meest strenge netto schuldquote van heel Nederland. Als je kijkt naar wat inmiddels de financiële commissie de plag gedaan heeft over hoe moet je
begrotingen enzovoort opbouwen. En waar moet je rekening mee houden met een stuk of 5 indicatoren waar de schuldquote één van is. Maar dat is een veel ruimere schuldquote dan wij hebben afgesproken. Ondertussen helemaal niet gek dat we dat voor deze periode hebben afgesproken. Omdat er nogal wat risico's waren en omdat we best wat schulden hebben. We hebben met elkaar afgesproken dat we proberen onder die 130% te blijven. Daar blijft deze onder. En tuurlijk kruipen we er dichter tegenaan. Kijk maar naar de begroting van afgelopen jaar. Waarom hebben we hem daar niet in staan? Ja, zo rond de zomer was die begrotingscijfers klaar en hadden we deze cijfers nog niet. De wereld gaat ook na het opmaken van een begroting gewoon verder. En je blijft besturen met je ogen open binnen de omgeving waarin je opereert. En dan denk je van, nou wat kan wel en wat kan niet. Dan maak je een analyse en dan zeg je, de goede analyse is hier dat je de risicoanalyse hier goed hebt liggen en dat je dit vooral moet gaan doen. Wat hebben we wel met elkaar afgesproken? Dat wij bij de eerste BRAP, bij de voorjaarsnota, met elkaar komen te spreken over de netto schuldquote. Hoe kunnen we proberen die naar beneden te doen? En u heeft gezegd, probeer daar eens een notitie van te maken, zodat we daar dan eens iets fundamenteler over kunnen praten. Dat gaan we doen. U hebt ook gezegd, nee, dat hebben we zelf gezegd, wij willen ook nog eens even kijken naar onze algemene reserve, of we daar ook nog een aantal dingen mee moeten doen. Moet die blijven zoals die nu is, of moet die nog ietsje forser maken? Ook daarvoor krijgt u dan een notitie. En ik denk dat die 5 indicatoren van de plannen ook wel langskomen. En ik denk dat dat het moment is om nog eens fundamenteel naar die schuldquote te kijken. En dat we nu met elkaar moeten zeggen, met de kennis van vandaag, met de risico's op de rij, en dan nog een keer, met de veel grotere risico's als we niets doen. En dan ook nog eens een keer, willen we graag woningbouw of niet? Willen we onze bevolkingsgroepen bedienen? En een aantal groepen kunnen we echt niet bedienen in het centrum, maar we hebben toch vooral starters, senioren, jonge mensen, gezinnen enzovoort. Daar zou je toch echt iets voor moeten doen. En we moeten ook voor de verdunning nog het een en ander bouwen. Nou, collega Prins heeft dat voldoende gezegd. Als je het alles over ziet, zeg je, binnen die 130% is het alleszins verantwoord om dit te doen. En ja, de marges zijn soms wel eens klein, maar daarbinnen kan bestuurd worden en blijven we dat doen. Mag ik nog een kleine vraag stellen? Dank. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn waardering uit te spreken naar de wethouder, dat hij in ieder geval de moeite neemt om van zijn stoel te komen, ongeacht de eenduidigheid waarmee u spreekt als college. Daarvoor is de waardering groot. Wat mij wel opvalt, meneer de wethouder, is dat u telkens uit het verhaal van de VVD wat conclusies trekt die u kennelijk telkens goed uitkomen. Dat deed u bij de begroting, daar hebt u alleen onthouden dat wij u steunden. Daar heeft u de rest van de kritische kanttekeningen kennelijk eenvoudig vergeten. En dat doet u nu weer, u onthoudt doorwrocht en goede plannen. Maar wat u kennelijk vergeet is dat ik u heb aangegeven, althans heb getracht aan te geven, dat het aan goede plannen en de doorwrochtheid daarvan in het verleden ook niet ontbroken heeft. Maar dat de uitvoering daarvan nog eens blijven liggen. Ik refereer aan de 100 hectare grond die nog ligt, aan de afwaarderingen, aan de activering van riool en dergelijke op de balans. Allemaal hele goede oplossingen voor een probleem, wat natuurlijk wel veroorzaakt is doordat de voorspelbaarheid van de plannen van het grondbedrijf niet altijd even goed waren. En de vraag was eigenlijk, de achterliggende vraag, laat ik hem helderder stellen, zou het niet verstandig zijn geweest om iets meer ruimte te houden, gezien de ervaringen die u in het verleden heeft opgedaan met het grondbedrijf, om wat meer speelruimte te hebben? En daaruit voort, maar dat hebt u al wel beantwoord, of het dan verstandig is om het laatste beetje daarvoor te gebruiken. En natuurlijk, en dat heb ik bij de begroting al gezegd, mocht u over de schuldquote heen gaan, dan is het in ieder geval wat onze waardering voor het college betreft wel redelijk gedaan. Dank u wel. Akkoord. Ik weet uw positie over de schuldquote. En het is soms ook wel, ik weet best wel iets meer dan wel doorrocht. En ik heb volgens mij bij de begroting ook iets gezegd van dank voor de steun. Maar ik heb ook een aantal dingen genoteerd. En dat heeft dan ook weer te maken met een notitie over de schuldquote en over de reserve die nog een keer terugkomen. Dus in die zin probeer ik ook u goed te bedienen en probeer het college u goed te bedienen. Maar het is soms ook wel gemakkelijk om met de kennis van vandaag terug te kijken op beslissingen die je voor de economische crisis hebt genomen. Als we dat allemaal gegeven zou zijn,
Ja, dat had wel heel mooi geweest. Maar mag ik daar even reageren? Ja. Want daar heeft u gelijk in. Dan maar wil ik dit debatje ook afronden. Ja, dat gaan we terug naar het voorstel. Daar heeft u gelijk in. En dat is niet mijn bedoeling. Maar het is wat voorbarig om te constateren dat het met die crisis in vastgoedland helemaal gebeurd is. Nee. En het is ook wellicht wat al te optimistisch om te veronderstellen dat u de plannen zoals ze hier liggen één op één gaat uitvoeren. En het is in ieder geval een constatering dat de ruimte om bij te stellen nagenoeg weg is. Maar u ziet ook dat we heel specifiek naar fase 1 gekeken hebben en alleen al iets globaal aan de 2 en nog weinig over 3 zeggen. En u hebt mij niet horen zeggen dat er allemaal geen problemen en geen risico's zijn, maar dat we met elkaar denk ik een goede risicoanalyse gemaakt hebben, dat de kans dat fase 1 goed gaat lopen reëel aanwezig is. 2, dat het risico van niets doen in ieder geval een stuk groter is dan het risico van wel eens doen. Kijk alleen maar naar de boekwaarde van al die gronden die je nu in kan brengen. Dus ook dat hoort bij de risicoanalyse van gaan we dit doen. En dan zou je je eigen bevolking niet kunnen bedienen in de woningbouw. In een van de meest essentiële dingen die er moet gebeuren. En dat geeft dan denk ik toch aan dat je ook als de marges smal zijn gaat zeggen van die 1,1 moeten we hier toch maar voor gaan besteden. Akkoord. Bespiegelingen van de portefeuille financiën ook in een wat breder perspectief. Mevrouw Van Hoek nog. Ik ga even inventariseren. Is er behoefte aan een tweede ronde? Dan wou ik dat in één keer doen. Als u dat met u goed vindt. Dan pakken we dat in één keer. Gaan we een tweede ronde doen. Ga ik nu linksom. Partij van de Arbeid niet. GroenLinks. Mevrouw Van Hoek. Voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk één vraag. Wat de VVD nu gaat stemmen. U gaat het debat continu aan op de schuldpositie enzovoort. Bent u dan tegen dit plan? Omdat het risico te groot zou zijn? Of gaat u toch instemmen zo van, nou ja, toen maar, ik heb mijn punt gemaakt en dan gaan we toch voorstemmen. Ik ben erg nieuwsgierig. De heer Gelling, wilt u daarop reageren? Volgens mij heeft u een duidelijke uitspraak aan het begin van uw betoog. Ja, voorzitter, ik wilde mevrouw Van Hoek nog even in spanning laten tot de stemronde. Dan wellicht dat dat een goed moment is om te zien wat wij gaan stemmen. Akkoord. Anderen nog? D66, de heer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Ik merk op dat ik, ondanks kritiek aan het begin van deze rondes, zelf wat in herhaling val op een punt. Maar ik blijf even hangen op dat punt van duurzaamheid, wat door meerdere fracties en ook die van mijzelf is aangehaald. En ik vond eerlijk gezegd het antwoord in de oriënterende ronde wat helderder dan die nu is gegeven. Dus wilde ik graag toch even aan het college vragen om te onderstrepen dat duurzaamheid echt nadrukkelijk een thema wordt bij de uitwerking van dit plan. Volgens mij is dat heel duidelijk aangegeven al door het college. Dus ik vraag me af of dat nodig is. Anderen nog? Niet de CDA-fractie, de heer Dog. Dank u wel, voorzitter. We hebben een vraag nog aan het college en een vraag aan de VVD. Want de VVD gaf wel aan dat zij wel initiatieven had om de netto schuldquote, ik ga bijna dezelfde fout maken als collega Stelpstra, om die naar beneden te brengen. We zijn erg benieuwd naar hun voorstellen dan ook daarin. En de vraag aan het college is, op onze vraag naar het woningbouwprogramma en voldoende woningen voor doelgroepen, kwam er een vrij technisch antwoord van de wethouder met allerlei cijfers en getalletjes en noem maar op. Waar, als ik die, zonder nu in een technische discussie te verraken, leg naast de cijfers die we gehad hebben bij de presentatie op 25 november over wonen en veranderen, dan staan daar toch veel lagere aantallen van de nog beschikbare, noem het dan maar zo, harde plancapaciteit. Dus mijn vraag zou ik toch willen herhalen of het college bij het bestemmingsplan toch een overzicht kan geven van de invulling van de plancapaciteit en ook de ruimte die er dan nog is voor doelgroepen. Akkoord. Kijk, allereerst naar de VVD. Heeft u behoefte om te reageren op dit moment op de gedachtevoorstellen? Akkoord. Dan kijk naar het college. Is begrepen, de duurzaamheid is aspect is aan bod geweest, komt terug bij de bestemmingsplannen, heb ik het college duidelijk horen zeggen. En het cijfermateriaal, dat krijgt u ook te zien verder in de uitwerking rondom de bestemmingsplannen. Akkoord. Daarmee kunnen we de tweede termijn afronden en stel ik voor om naar de besluitvorming over te gaan van dit punt. En dan vraag ik u of u kunt instemmen met het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst fase 1, om het zo maar even kort tijdshalve te benoemen. Is er behoefte nog een stemverklaring? Niet het geval. Kunt u instemmen? CDA-fractieakkoord, Leefbaar Hardenberg-akkoord, ChristenUnie, VVD-akkoord, D66-akkoord, Op Koers met Nu-akkoord, GroenLinks en Partij van de Arbeid, unaniem.
deze raad besloten. Dank voor uw besluitvorming in deze. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Agenda punt 7, stemverklaring. Niet, kunt u instemmen met dit plan, vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, tweede blokweg, omgeving Schuine Sloot. Daarmee kunt u instemmen, mag ik concluderen. Unaniem, alle aanwezige raadsleden hier al dus positief besloten. Dank daarvoor. De rondvraag. Agenda punt 8, mevrouw van Veldhuizen. Ik heb een vraag aan de portefeuillehouder die het openbaar vervoer in portefeuille heeft. We hebben daar wel eens vaker een vraag over gesteld en het behoorlijk goed in de gaten gehouden. Maar de laatste tijd is het erg stil en we zouden graag een keer weer bijgepraat willen worden over de ontwikkelingen die er zijn op de treintrajecten. Een aantal trajecten waar onze gemeente ook mee te maken heeft, worden in de nabije toekomst geëlektrificeerd. En het traject Almelo-Marienberg is volgens ons nog steeds een optie. We willen vooral weten van, maakt de portefeuillehouder zich daar nog steeds ook sterk voor bij de contacten met de provincie. En volgens ons is er in Bergentheim een behoorlijk potentieel voor reizigers om eventueel de halteplaats weer te kunnen openen. Als we daar nou eens een onderzoek naar zouden kunnen doen, zou dat de portefeuille ook sterken in zijn positie om elektrificatie Almelo-Marienberg door naar Hardenberg te kunnen realiseren. Daar zou ik graag een keer een reactie over willen hebben. Ik even naar de wethouder in de procedure. Ik stel voor om niet inhoudelijk hierop in te gaan, dat zou op een ander moment kunnen. Maar procedureel, hoe u erin zit in het dossier op dit moment. Of het diesel is of elektrisch, dat is aan de provincie. Die moeten kijken van wanneer is de casus het best lopend. Wat mij betreft elektrisch. En daar zullen we dan ook wel voor pleiten. Maar dat moet de casus dan nog even laten zien. Het doortrekken naar Hardenberg eind dit jaar. Dan moeten we ze weer gaan zorgen dat we ons station op orde krijgen. En dan hebben wij altijd gezegd van, als je nog wat ruimte kan maken, dan willen we heel graag Bergentheim open hebben. En u kan van ons verwachten dat we daarvoor blijven pleiten. Want waarom wel Dalen, waarom wel Glamsbergen en Bergentheim even groot niet? Alleen er moet wel ruimte ontstaan om in de halfuursverbinding, wat allemaal net kan, zoveel ruimte te maken dat je Bergentheim kan opnemen. En ons pleit zal daarvoor zijn. En dus moeten we ook nog maar eens even met Arriva over praten of we daar een goed plan onder kunnen leggen. Maar daar zullen vervolgens ook centen voor moeten komen. Akkoord, dank u wel. En mocht u, staat u natuurlijk altijd vrij als fractie of als raad om te zeggen, wij willen nader geïnformeerd worden dus over de plannen zoals die voorliggen. En dat kan in afstemming met de Griffie mooi georganiseerd worden, stel ik voor. Akkoord, anderen nog voor de rondvraag? Ja, mevrouw Van Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik heb tweetal vragen. Vorige raadsvergadering heb ik de heer De Vent gevraagd om een stand van zaken over de vorderingen van de bouw van het AZC. Hij gaf direct aan, morgen komt hij. We hebben hem mogen ontvangen, maar tot mijn verrassing stond er nou werkelijk niets inhoudelijks in wat enigszins verheldering gaf over de stand van zaken. Ik vroeg mij af op welk moment we als raad op een andere wijze wel geïnformeerd gaan worden over hoe de uitvoering eruit gaat zien. Net als de vorige keer, ik denk dat onze verantwoordelijkheid in de betrokkenheid in de informatievoorziening niet eindigt bij het zeggen van ja, het moet er komen. Het begint in de samenleving toch weer wat vragen op te roepen. Wellicht dat de wethouder daar antwoord op kan geven of daar een bijeenkomst voor kan komen. Dat is één. En als ik dan de volgende erachteraan mag doen. Het toekomstig jongerencentrum heb ik begrepen dat die tijdelijk een locatie heeft gekregen in de boerderij in Baalder. Ook daarover zouden wij regelmatig op de hoogte worden gehouden over de stand van zaken. Richting de begroting toe lijkt het ons handig om toch wel te weten wat daar nou de plannen van zijn en wat de status daarvan is. Akkoord. De brief was blijkbaar nog niet voldoende informatie op dit moment. Kijk even naar de heer De Vent, AZC en het jongerencentrum. Dank u, voorzitter. Ik kan me goed voorstellen dat mevrouw Van Hoek zegt, ja, we zijn juist op zoek naar die concrete informatie rondom Heemse Poort. Nou, die willen wij uiteraard ook graag geven. Maar we zijn nu in de afronding van wat technische zaken rondom de bestemming zelf, de omgevingsvergunning.
En dan kunnen we ook heel scherp gaan plannen, ook naar die opening toe. We hebben met de brief die u heeft gegeven, u in ieder geval een beeld geschetst van wat er nu op de achtergrond allemaal gebeurt in de voorbereiding. Want dat geeft ook wel aan dat hier niet wordt stilgezeten, maar dat hard wordt gewerkt aan de voorbereiding van de organisatie. Dus hebben we toch gemeend om u met die informatie op pad te sturen, omdat u dan ook het gevoel heeft dat er gebeurt wat. Alleen we hadden ook zelf liever eerder ook concreet de termijnen willen noemen, maar dat zal op hele korte termijn ook zijn. En we zullen ook op korte termijn, op het moment dat die technische ronde is afgerond, en dat zal naar verwachting ook op hele korte termijn zijn, kunnen we gaan plannen de termijnen. En er komt ook een inloopavond en daar krijgt u uiteraard ook alle informatie over. Dus ik hoop u op hele korte termijn van die concrete informatie te voorzien. Dat is één. Twee, het jongerencentrum Baalder. Daar zijn we achter de schermen. We hebben daar ook onze functionaris op gezet, samen met partijen uit Baalder zelf. Er is veel enthousiasme, maar dat heeft u toen al gezien in de raad hier van de jongeren. We hebben een paar bijeenkomsten met elkaar gehad. En nu is er overleg geweest ook met de wijkvereniging en wijkboerderij. En die hebben gezegd van nou, misschien kunnen wij onze plannen die we hebben voor de wijkboerderij koppelen aan de ontwikkeling van het jongerencentrum. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld, want dat vraagt nogal een hele investering. Het vraagt ook veel overleg. Maar wat wel heel mooi is om te zien, vind ik, is dat de jongeren nu de kans al krijgen om in de wijkboerderij af en toe activiteiten te organiseren. Dus dat is wel iets bereikt met elkaar. Maar ik wil u best, als u daar behoefte aan heeft, daar binnenkort eens het nodig over informeren. Maar ik zoek ook altijd wel naar de momenten om daarin ook zo concreet mogelijk te zijn. Maar daar ook van kan ik zeggen, zijn we goed op weg en is de verbinding met de wijk nu heel nadrukkelijk gelegd. Akkoord, dank u wel. Mag ik nog één reactie geven over het eerste onderwerp? Want u geeft aan de concrete stappen in het tijdsplan moet helderheid komen en stappen genomen worden. U heeft het over een inloopavond. Vanuit mijn fractie is dat toch onvoldoende in die zin dat wij hier natuurlijk uitvoerig een jaar lang een debat hebben gevoerd over hoe wij de vertaling gaan doen en de verantwoordelijkheid nemen over alle punten die ook in de bestuursovereenkomst zijn geweest. Waarbij het wat ons betreft noodzakelijk zou zijn om niet alleen informatie tot ons te krijgen in een inloopsessie, maar ook daadwerkelijk met elkaar kunnen gaan praten of het voor alle fracties, en dat is dan misschien een vraag die ik aan andere fracties ook moet stellen, met elkaar van gedachten te wisselen of dat nog steeds overeenkomt met waarover wij ja hebben gezegd. En een inloopbijeenkomst is mooi, maar dan ontvangen we alleen informatie, kunnen we daar niet in mee participeren, lijkt wat ons betreft onvoldoende. Ja, dan zult u hem ook kunnen agenderen, stel ik voor, voorzitter, om dat op die manier te doen. Geeft u ook nadrukkelijk aan wat u voor informatie u wilt. Wij doen aan onze kant ons best om u zo goed en volledig mogelijk mee te nemen. En ook op de goede momenten. Maar als u zegt, van, ja, we hebben behoefte aan meer achtergrondinformatie, dan is het aan u als raad. Akkoord. En dat kan natuurlijk altijd hier in de raad, maar dat kan ook buiten de raad, omdat u dat zelf organiseert. Of de voorbereidingen daarvoor treft. Dat staat u natuurlijk vanzelfsprekend helemaal vrij. Geen vragen meer aan de orde. Dan wil ik deze vergadering sluiten van dinsdag 9 februari. Vergadering is gesloten en ik stel voor om 5:30 verder te gaan met de oriënterende ronde. Dank u wel.